voedselbanken zijn in Nederland helaas nog broodnodig. In de regio Nijmegen-Overbetuwe zijn er 9 punten waar mensen een kratje met eten kunnen ophalen. Woensdag hield de voedselbank in de Winkelsteeg een open dag. Alleen mensen die het echt niet zelf kunnen betalen komen in aanmerking voor voedselpakketten. Het uitgangspunt is dat we kijken naar wat de mensen netto te besteden hebben als ze al hun vaste lasten hebben betaald. Dus wat er overblijft om eten van te kopen en kleding aan te schaffen. En dat zit voor een alleenstaande op ongeveer 300 euro, iets meer, per maand. En voor gezinnen, dus huishoudens van meer dan één persoon, 300 euro plus 95 euro voor elk gezinslid. Via onze verwijzers, vanuit het welzijnswerk worden ze naar ons verwezen, ook via bewindvoerders. En die kunnen dan in aanmerking komen voor een pakket wekelijks. En dat pakket moet ze een klein beetje ondersteunen bij het bereiden van een maaltijd. De verschillende kleuren van de kratjes geven aan voor hoeveel personen de pakketten zijn. Blauw is voor één persoon. Rood staat er ook op voor 2 tot 3 personen. Er zit dus wat meer in, want er zijn meer mensen. En grijs is voor 4 personen en meer. Alle producten die uitgedeeld worden moeten natuurlijk ook ergens vandaan komen. Wij gaan dat natuurlijk niet in de winkel kopen, maar wij krijgen dat weer van grote producenten die spullen die ze niet kunnen verkopen aan ons afstaan, gratis en voor niks. Vaak zijn dat spullen waar iets mis is met de wikkel of met de beschrijving of waar wat deuken in de blikjes zitten. Dus zijn altijd gezonde spullen die verkocht mogen worden, die nog houdbaar zijn en waar de mensen wat aan hebben. In de coronapandemie raakten meer mensen hun baan kwijt, dus was een stijging van het aantal klanten verwacht. Maar dat viel uiteindelijk mee. Want wij hadden daarvan de meest afschuwelijke beelden vanaf het begin. En dat is allemaal reuze meegevallen. En landelijk is het heel opmerkelijk dat bijna nergens een toename van het aantal klanten zichtbaar is. Behalve in Noord-Holland en dan met name in Amsterdam.